Hey, eltje liefhebber. Of. Ik weet niet, liefhebber. Dat kan natuurlijk ook, hè? Zo heb ik al niet over nagedacht. Ja, ja, ja. We gaan vandaag, zoals je kan zien, een Weidse bier reviewen. Maar niet zomaar een Weidse bier. Hè? Want. Ik heb zin in iets zwaards. En ik heb zin in iets zout. Nou, dat klinkt nou niet gelijk heel lekker als ik het zo verwoord. Maar. De spijt, seizoen. Season? Zal het caramel Imperial wijzen. Dat is dan toch geen season. Maar hier staat weer spijt dat achterop. Nee, dat klopt niet. Aan, season en wijzen zijn toch niet hetzelfde. Nou, dat vind ik niet echt helemaal kunnen. Dat vind ik niet echt... Nou, uh, blikjes zijn sowieso ja, altijd leuk hebben. Altijd. Ik, daar ben ik echt een fan van. Echt serieus. Uh, ja, ook gewoon dat het. Um, ja, goede bieren zijn over het algemeen, weet je. Um, een beetje een veilige brouwerij, net als Kees of uh, Moesleutel, weet je wel. Uh, maar goed, dit, ja. Yeah. Maar die spijtseizoen, jongens, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan eigenlijk niet. Maar goed, zal dat Caramel Imperial ze. Ik heb zin in zout en ik heb zin in zoet en ik heb zin in een banaadje. Dan zal eigenlijk, als ik dit zou drinken, moet alles... Tegenwoordig zijn daarin. Maar je weet dat ik een beetje kritisch ben. Wel met een toepasselijk bijpassend glas hè, van het Eltje zelf. Nee, die heb ik niet gekregen hoor. Ik heb dit bier wel bij Eltje besteld. Leuke deal trouwens, op de, bij de webshop. Um, dat ga ik denk ik wel vaker doen. Want het is eigenlijk wel fijn om rechtstreeks bij de brouwer te bestellen. Maar um, een glas. En dat heb ik zelf moeten kopen voor 5 euro. In België zelfs was die 5 euro. In Nederland zal die misschien nog wel duurder. zijn. Het is dus een duur glas, maar ik vind het een mooi glas. En ik wilde hem gewoon hebben. En zo simpel is. Leven zo kort zat. Yep. <coughs> zo, ga goed. Dan lijkt ik een beetje op Menno, hè? Die hoest ook altijd in reviews. Maar... Ah, sorry Menno, bedoel het goed, jongen. <laughs> Even kijken hoor. Zo. Ja, schuimen doet hij als een eten, hè? Ja, precies. Dat, uh, daar valt weinig over te zeggen. En ja, thumbnail momentje, right? Mijn haar dans weer. Ja, het wordt een beetje te lang. Tenminste, uh, van achter niet hoor. Ik vind van achter leuk en het wordt nog langer. Maar van de voorkant uh, kan er wel een beetje iets af, want ik moet allemaal naar de zijkanten gaan. Nou ja, goed, dat wil je helemaal niet weten. Je kijkt naar een fucking review, ja? <tie> Ziet er goed uit, hè? De aroma's zijn. Ik ruik iets licht rokerigs. Dat is leuk, had ik niet verwacht. Oh, spijt natuurlijk, spijt. Ja, oké. Okay. Dat kan dat zijn. Toch ook wel, maar ook wat verder ruik een banaantje. Ja, 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 ja. Niet speciaal gelijk karamel. Maar Dat zal de smaak vast goed komen. Oh, het ruikt best wel goed eigenlijk. Ja, ik moest, even, ik moest er even doorheen. Maar dan komt waarschijnlijk door het schuim ook. Cheers! Ja, ik proef wel karamel. Niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, zou, dat zoutige, dat is wel echt heel erg op de achtergrond, zeg maar. Ik had dat iets meer gehoopt. Want ik heb echt moeite om dat, om dat eruit te halen, zeg maar. Ik bedoel, als ik niet het eh, blikje had gelezen en niet wist wat het was, dan dacht ik gewoon dat het een typische wel een wijdse was. En dunkelweid, zoals. was. Ja, echt serieus, want zo smaakt hij precies. Mm. Ja, een beetje rood fruit, een klein witte. Het rokerige is in de smaak nou, niet echt. Dat is misschien meer aan het aroma dan. Wel een klein beetje, maar niet veel. Uh, nee, ik had hier serieus meer van verwacht. Ja, dat vind ik wel jammer. Want die saltet, dat zal het idee, ja, dat proef ik echt niet terug. En dat vind ik eerlijk gezegd heel erg jammer, want daar had ik echt zin in. Sorry, Eltje. Ik kom niet verder dan een zesje. En dat vind ik jammer, hè? Want ik vind jullie een leuke brouwerij. Don't get me wrong. Want dit is. is niet helemaal het blikje beloofd, wat mij betreft. Maar. Mm. Ja, jammer. Ik was heel enthousiast hierover. Hé, hey, maar we geven het niet op. Wat ik zei, ik heb een bierpakket besteld bij het Eltje. Dus ik kom er komen nog wel één of twee online. Misschien wel drie, maar we zien het wel. Dus volgende keer beter. Maar deze is. Ja. Ik oh, hij is oké. Okay. Hij is oké. Okay, maar. Ja, toch niet precies wat ik ervan verwacht. Nee. Maak me gelukkig en geef een duimpje omhoog. En als je nog geen abonnee bent, dan weet je, denk ik wel de manier om mij nog net een beetje meer gelukkig te krijgen. Ja. Doe het voor je medemens. Ja. Doe een goede daad. Yes. Later.